Terrence Kongolo, de afgelopen week was natuurlijk een hele mooie week. Wat was voor jou het allermooiste van afgelopen week? Ik denk van Manchester United winnen. Wie had dat gedacht? Ik denk dat niemand had gedacht dat ze van Manchester United zouden winnen. En uiteindelijk flikken we. Dus niks is onmogelijk. Wat was het mooiste daarvan? Het laatste fluitsignaal of misschien wel mooie duels? Dat je misschien Zlatan nog een keertje pakte? Het mooiste daarvan, ja, dat we de scheidsrechter floot. Dat het gewoon het einde van de wedstrijd was. Want de laatste paar minuten was toch wel billen knijpen. En dat we hebben overleefd was gewoon uiteindelijk gewoon goed. Echt een groot verschil hè, met die slechte periode van Feyenoord van vorig jaar. Die 7 wedstrijden waar we het niet over gaan hebben. Maar wat is er nu anders als je het vergelijkt het Feyenoord van toen en het Feyenoord van nu? Ja, ik denk dat we gewoon volwassen in ons spel zijn geworden. Ik denk dat wel inzet is 100%. We gaan ervoor. Mm-hmm. En ik denk dat we gewoon elkaar ook gewoon goed op elkaar zijn gespot en zo. Dus ik denk dat het gewoon nu stabiel is in het team. Dus jullie zijn allemaal wat ouder geworden, hè? Natuurlijk een jaartje. Brett Jones is erbij gekomen. Die is volgens mij ook wel belangrijk in de groep, hè? Met zijn ervaring, dat hij iedereen een beetje op de grond houdt. Ja, tuurlijk. Hij heeft Premier League gespot en hij brengt toch wel wat ervaring in de groep. En ik denk dat het toch wel belangrijk is. Ja, een paar grote spelers zoals Derek Kuyt, Karim El Amadi. Ik denk dat het voor ons jonge jongens toch wel belangrijk is dat ze die ervaring in de kleedkamer brengen. Ben jij nou een andere Terrence geworden? Ja, een stuk volwassen. Serieus? Ja, tuurlijk. Ik speel bijna een stuk of 5 seizoenen of zo bij Feyenoord. Ja. Dus veel dingen meegemaakt. Ja, toch wel wat ervaring meegebracht. Dus je bent nu een serieuze volwassen man geworden? Ja, inderdaad ja. Ja. Hey, je zegt ik speel al 5 seizoenen bij Feyenoord. Maar het is wel een beetje linksback, centrum, linksback, centrum. Ik heb even een interview teruggekeken. 2 jaar geleden toen speelde je tegen Standard Luik. Toen zei je ook ik zit toch liever centraal. Nu ben je weer eventjes linksback. Ben je nog steeds liever centraal? Maar natuurlijk positie is gewoon centraal, maar ik kan ook gewoon linksback. Dus als een trainer linksback nodig is, sta ik gewoon linksback. Dat is toch beter voor het team als het toch moet. Mm-hmm. Maar ik kan gewoon beide posities spelen. Dus voor mij is geen probleem. Nee, maar is je voorkeur nog steeds centraal? Ja, tuurlijk. Begin van seizoen is gewoon centraal. Maar als bijvoorbeeld blessures zo vallen, schorsingen, moet ik uiteindelijk linksback gaan staan. Dat is voor mij geen probleem. Wat is eigenlijk de reden dat je nu linksback staat? Wat heeft de trainer tegen jou gezegd? Volgens mij was dat tegen Manchester United. Ja, hij vond gewoon dat dit de sterkste opstelling was tegen Manchester United. En dat ging uiteindelijk goed, dus uiteindelijk is het gewoon zo gebleven. Ben je dan een jongen die zegt, train, luister even, ik ben beter centraal? Of denk je, ik ben een verstandige jongen en ik hou mijn mond? Ja, uiteindelijk moet ik gewoon gaan spelen, want ik heb alleen mezelf mee. Maar de trainer weet ook dat mijn voorkeur centraal gewoon in het centrum is. Ja. Zeg je dat ook gelijk dan tegen hem of niet? De trainer weet het, want ik ben al zeker 3-4 jaar al met deze trainer. Dus hij weet dat de voorkeur centraal is, maar ik kan gewoon linksback spelen. Als hij me daar nodig heeft, sta ik gewoon daar. Ja. Klinkt echt als een volwassen Terrence. Inderdaad, ja. Hey, je zat net mee te luisteren toen ik Steven Berghuis vroeg naar 3 spelers van Os. En hij zegt, Terrence weet er meer. Ga je gang. 3 spelers van FC Os door Terrence Kongolo. Hier komt hij. 3 spelers niet, maar je hoort wel wat verhalen van keeper, zoon van Ronald Koeman. Mm-hmm. En Boba Lazic, met hem heb ik in de jeugd gespeeld, ook tegengespeeld worden bij Ajax en bij de KNVB. Dus Boban ken ik wel toch wel gewoon goed. Dat zijn er 2. 3. Steve al zei, we moeten van onze eigen kracht uitgaan en gewoon dingen doen die we moeten doen. En wedstrijd winnen. Je hebt een video-analyse gehad over Os. Wat is hun sterkste punt? Ja, ik denk toch wel dat ze goed zijn in de counters. Daar moeten we vooral oppassen. Maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan. Ja. En onze ding doen. Ja. En uiteindelijk moeten we gewoon voor de winst gaan. Doorgaan in de beker. Nou, je hebt gezien hoe mooi dat kan zijn vorig jaar. Klopt, ja. We hebben het al geproefd. Dus snakken naar meer. Dan zijn we er denk ik wel. Wil je nog wat kwijt, Terrence? Want je bent een prater geworden. Je was altijd een stille, verlegen jongen. Maar nu kan je ook praten. Nee, ik wil niks kwijt hoor. Dat is voor mij genoeg. Ja? Ja. Lunchtijd? Ja, inderdaad. Lekker eten. Wat ga je eten? Weet ik nog niet. Oh. Weet ik nog eitje. Niet. Eitje. Nee, is goed. Dankjewel. Yes, bedankt. Hey, tot de volgende keer. Yes.